gelukkig met gestrekte arm dat deed. Dus niet te veel. En Koen die daardoor een goede rebound-positie had. En ook de rebound goed pakte. Bizar voor drie. Die voelt het ook. Dat zie je ook gewoon aan hem. Hè. Ja. Ja. Ze blijven zoeken naar Jones. Die toch goed bloed. Een lijntje van Bizar. Ja. En Bizar die nog steeds op nul fouten staat. Gold, hè. Dus dat geloof ik ook echt wel. Maar dit soort wedstrijden... precies dit bedoel ik. Ja, toch goed gekeken. Van Bree gaat echt geen vijfde fout maken daar. En dan is de eerste volgende competitiewedstrijd. 28 januari. En dat is ook gelijk weer een mooi affiche. Maar dan is Jonah de tegenstander. Terwijl Bizar hier een end-one raakt. Bekkenkopf heeft hem. Nou. Goeie paas op Bizar. En daar zit hij erin. Nou hoor. Nou.